Het onderliggende punt is natuurlijk, uh, uh, stompen wij ook af hierdoor? Hè? En als we dat gaan merken, dan moeten we misschien inderdaad concluderen, hè? we veranderen uiteraard als mensen onder invloed van dat bombardement, om dat dan maar te gebruiken aan informatie en aan beelden. Wat hebben wij als mens nodig om met empathie naar het belang van nieuws te kijken en te zeggen, wat kan ik hiermee, wat moet ik hiermee? En als een journalist die ook een mens is en ook kinderen thuis heeft, dat ook blijft doen. Dan heb ik wel goede hoop dat we elkaar blijven vinden daar. En ik denk dat de publieke omroep daar een hele belangrijke rol in heeft. Onafhankelijk, met uw geld, hartelijk dank daarvoor, hebben wij iets te leveren waar u iets mee kunt. En ook waarbij we over, over uw grenzen en onze grens kunnen blijven praten.